De begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2018 is vandaag naar 15 januari. Het besluit is vandaag genomen door DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons na overleg met de fractieleiders. Volgens haar is er in dit jaar niet veel tijd over, omdat de begroting nauwkeurig behandeld moet worden, heeft de parlementsvoorzitter daarom besloten de vergadering te verschuiven naar volgend jaar. Ik heb gekeken met de fracties naar de lijst van sprekers die er nog is. En zoals de misschien dat deel van de gemeenschap die gewend is de vergaderingen te volgen wel weet, is dat in dit moment deze laatste fase van de behandeling van wetten en zeker de begroting. Na de discussie er wijzigingen komen soms vanuit de regering, voorstellen vanuit DNA en dat je processen kreeg van onderhandeling, schorsing, bijstelling en er is geen tijd voor dat proces tussen nu en vandaag, dus en morgen. Dat betekent dat ik heb begrepen dat we het niet gaan halen om morgen de begroting af te handelen. Enige poging daartoe zou resulteren in het in elkaar drukken van dat proces en geen correct werk, het werk niet correct doen. Na de mededeling van Simons kregen de verschillende fractieleiders de ruimte iets te zeggen over de vandaag de vergadering. Alle sprekers gingen in op de voorstellen die in de conceptbegroting door de regering zijn gedaan. De ABAP-fractie wil meewerken om die vergadering te verdagen, voorzitter, zodat er ruimte gecreëerd wordt om naar de voorstellen van de regering te kijken, voorzitter. Voorzitter, wij gaan ook voorstellen doen. We hebben al onze deskundigen gemobiliseerd om naar de voorstellen van de regering te kijken. Maar zeker zullen we ook met tegenvoorstellen komen. En ik ga u zeggen waarom, voorzitter. Omdat wij vinden dat er andere inkomstenbronnen moeten worden geboord. Dan 1. Meer leningen sluiten, voorzitter. Voor ons is dat genoeg, is genoeg met die leningen. De kwestie van aanpassing van de gronduurtarieven, voorzitter, is voor de fractie aan deze zijde van fundamenteel belang, met nadruk op fundamenteel. Voorzitter, en we weten dat er krachten zijn in de politiek, buiten de politiek, die altijd ervoor hebben gezorgd dat wat de staat kan verdienen uit de huur van gronden, dat marginaal is gebleven. Het is goed om duidelijk aan de samenleving door te geven welke de concrete voorstellen zijn die de regering recentelijk heeft gedaan. En het gaat om voorstellen die heel zwaarwichtig zijn, die direct impact zullen hebben op de samenleving, die direct impact zullen hebben op de economie. VHP-fractieleider Chandrika Prasad Santokhi en daarvoor André Misikaba van de NDP en Marinus B. van ABOP. Zij voeren vandaag kort het woord naar aanleiding van de begrotingsbehandeling die verdaagd is naar 15 januari.